Leo van Leeuwen, Van Harpen Davids. We zijn in de Ark. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? We hebben vanmiddag een speciale middag voor kinderen. Muziek en kinderen. Nou, we staan nu in de ruimte waar ze straks een workshop, slagwerk op skippieballen gaan doen. We hebben een concert met allemaal nummers speciaal voor die kinderen. Daar zullen de skippieballen ook nog een rol in spelen. We hebben in de pauze een muziekinstrumentenmarkt. Daar kunnen ze zelf eens muziekinstrumenten proberen, zien en uitproberen. En zo proberen we er voor kinderen gewoon een leuke middag voor te maken. Ze kennis te laten maken met muziek. Ja, en wie weet wat ze later gaan doen met muziek. Hoe belangrijk is muziek maken en luisteren voor kinderen, denk jij? Heel belangrijk. En dat zeggen niet alleen ik als leek. Ik was enthousiaste amateurmuzikant, maar ook experts zoals de hersenprofessor Erik Scheerders. Die toch aangeeft van het is voor de mentale ontwikkeling en de mentale gezondheid van iemand. Maar ook voor ademhaling en dergelijke. Dus dat is ook altijd heel belangrijk. Is muziek maken zo belangrijk dat, eigenlijk net zo belangrijk als sporten. Je moet het allebei doen. Vroeger op de basisscholen, op de lagere scholen zelfs, had je muziekles. Bestaat dat nog? Nou, niet meer in de vorm dat het toen gegeven werd. Je hebt nog wel iets van muziekonderwijs, maar scholen mogen het zelf invullen. Is ook wel financiering voor, maar het verschilt heel erg per school. We gaan het zomerseizoen krijgen, hopelijk. Betekent dat voor jullie dan meer optredens, leuke optredens, naar buiten toe? Dat hopen we wel in ieder geval, dat we nog leuke optredens gaan doen. We hebben sowieso in juli ons slotconcertje, wat we altijd op het schoolplein doen, waar natuurlijk iedereen welkom is. En verder zien we nog wel wanneer in het najaar staat nog een concert. En voor de rest zien we wel wat er nog de komende tijd op ons afkomt.